Zit ik nog helemaal onder de uitslag. Heb ik vorige week de geel zwarte shirt in gehad van die scheidsrechter. Want zien we allergisch weer. Helemaal allemaal bulden en toestanden. Welkom bij aflevering 20 van Hensje. Terugblik MVV. We begonnen al te laat, omdat de scheids het niet goed vond dat de spelers van MVV en NEC de eigen zwarte kousen aan hadden. MVV had maar één kleur bij zich. En toen moesten wij onze zwarte kousen omwisselen voor witte kousen. Daar waren we helemaal van slag af. Daar hakte het nogal in. Vandaar die belabberde wedstrijd. Alweer. Eerst aangekleed zien en dan weer wisselen van kousen. En die scheids met zijn gevolg, die had dezelfde blauwe kousen aan als hun keeper. Maar daar heul je niet over. Dan is het de vader niet. Ik heb ze in ieder geval niet gezien. Favoriete spelers. Als ik er één op moet noemen, is het Labiel. Misschien moeten we Emil Tjaka Ratenband of onze Mark Rutte een keertje uitnodigen. Die lullen de boel weer bij elkaar. Tegenstander FC Twente. Dat wordt niet makkelijk. Maar als je die zou winnen, dan hebben we tenminste een goede kerst en oud en nieuw. Voorspelling. Laten we eens een keer geluk hebben dat we maar 1-0 winnen durven. Tot slot gaat de hele groep 7 dagen in retraite of... Heet de retraite, hè? Ja, dat is vroeger. Oh, ja, weet ik het. Naar een klooster in Estepona in Spanje. We zullen ze blij zien om 7 dagen van de genuil van ons af te zien. Ik hoop dat in de klooster een gebedsruimte en een altaar is. Om goed te kunnen bidden en na te denken. Voor de moslims onder jullie, daar wordt een imam ingevlogen. En vergeet de gebedskleedjes niet, hè. Dat zullen jullie allemaal nodig hebben om te biechten bij pastoor de Gier. Dan kun je zeggen wat je allemaal verkeerd hebt gedaan in de afgelopen periode. En dat is wel. We hopen allemaal dat jullie genezen zien als jullie 13 januari tegen Eindhoven spelen. En dat wij kunnen zeggen, in 2019 kwam de grote ommekeer. Wel uitkijken, want in Eindhoven ligt kunstgras, hè? En er is niet gestrooid. Nou, succes jongens. Doet ie, hè? Namens RN7 wensen wij al onze trouwe kijkers en fans van Hensje een fijne kerst en een voorspoedig 2019 toe. Dan trekken wij weer te strijden voor rood, zwart en groen. Hartstikke idee. Dat gaan we doen. Hou je en tot volgend jaar. We zien hier al in Wonderland.